Yo mister, Jaraski hier en welkom bij weer een nieuwe Road to Life Team Deathmatch Nuclear hier op mijn kanaal Jaraski Games. Zoals je kan zien spelen we vandaag op de awesome, helemaal niet awesome, op de klote map Overflown. En ik pak de Emtar met Quickdraw Adjustable Stock en mijn Sinus erop. Ik heb de UAV, de Count UAV en de Orbital Visit aanstaan. En zoals ik gisteren zei in het live compleetje van deze serie, gaan we ons niet meer concentreren en we blijven gewoon slap lullen totdat het potje erop zit. Als we, ik ga maar gaan concentreren, dan gaan we alleen maar dood. Dus dat gaan we vandaag gewoon helemaal niet doen. De map Overflow is een veel te grote map om een nuclear eigenlijk in te halen. Maar op het moment dat jij een Orbital Visit in de lucht hebt hangen, wordt het makkelijk. Dus ik moet gewoon zo snel mogelijk mijn Orbital halen. Als mijn Orbital eenmaal in de lucht zit, komt de rest vanzelf erachteraan. Deze vetter zit hier zo te zien te campen. En als er één camper zit, zit er meestal nog eentje ergens daar in de buurt. En het punt is, de map Overflown is een op zich chille map om te spelen. Maar wat ik altijd doe in deze map, ik ontwijk eigenlijk deze soort van gang die hier loopt. Want je ziet het, iedereen zit hier altijd te campen in deze gang. Iedereen. What? Hoe heb ik dit overleefd? What? Holy fuck, ik heb het gewoon overleefd. Oké, dan pakken we deze target finder. Want ja, die enemy gebruikt hem ook. Dan pak ik hem gewoon op. Oké, we hebben bijna onze UAV binnen. Ik ontwijk altijd die linkergang. Je zag nu waarom. En ik ga er dus nu ook gewoon niet meer naartoe lopen. Want dan ga ik dus alleen maar dood als ik daar naartoe ga. Dus ik ga overal lopen, behalve in die linker lange gang. Want je ziet het, daar staan ze hier allemaal op te wachten. Ze staan er allemaal te campen. En dat wil je nou net niet tegenkomen als je gaat voor de nuclear campers. Dan killen je elke keer op fucking kut manieren. Opnieuw en opnieuw. Dus die wil je ontwijken. Campers wil je ontwijken. Die zitten daarheen te campen. En, oh, wat, in mijn rug! Ah, shit! Ik dacht dat mijn teammate doorliep, man. Mijn teammate was niet doorgelopen. Die stond ook nog steeds in dat kamertje. Kut. Deze gang moet ik dus ontwijken. Ik ga er weer in lopen. Dit is niet zo handig van mij. Nou, fuck it. Als we er dan toch zijn, ren ik gewoon door. Dan ga ik mensen proberen te killen ook als ik hier ben. En ik word al de hele tijd gekillstealed. Niet zo fijn is dat. Dan krijg je natuurlijk geen kills voor de nuclear. En, oh, die gebruikte geen ghost. Oh, hij gebruikt lightwind en spande dan net. Ja. En nu is het punt. Ik span nu gewoon in die gang. Dus nu loop ik er sowieso door. Als ik erin span, loop ik er door hoor. Want anders moet ik weer helemaal teruglopen. Daar heb ik ook geen zin in. En we moeten hard gaan. Ik ga dood, jongens. Er zijn 21 kills gemaakt. Oké. Er zijn nog genoeg kills voor mij. En daar zit er een achterin. Ik ga even liggen op de grond, want hij zit daar. Ik vertrouw hem niet. Ik vertrouw hem niet. Hij zit daar. Oh, er komt er een omaf. Er zit er daar nog steeds een achter in hun span. En ik vertrouw het echt gewoon helemaal niet. Dus ik ga nu helemaal omlopen en ik ga naar hun span toe. Want hij zit daar achterin. Hij ligt daar achterin. Kijk, het komt hier aan. Zie je wel? Zie je wel? Zijn geduld was op, mijn geduld was op. En we troffen elkaar, huppatee, op een mooie combat waar ik hem kon killen. Hier komt er weer eentje over de zijkant, denk ik. Wacht, hier heel eventjes. Moet er natuurlijk eigenlijk heel erg hard gaan in deze serie. Maar ja, deze map is te groot om eigenlijk hard in te gaan. En ik vind het dus ook niet zo'n chille map om te spelen. Dat is simpelweg een beetje te groot is voor 6 tegen 6. Maar je kan zelf niet kiezen welke map je krijgt. Dat doet Call of Duty voor je. En je kan kiezen tussen twee mappen. En als er dan twee mappen tussen staan die kut zijn... En je foto op random en je krijgt zo'n map, dan kan je er niks aan doen. Dat is Call of Duty's ingeving. Dus dan moet je hem ook gewoon gaan spelen ook. Niet dat je gaan racequit als je een map krijgt die je niet wil spelen. Gewoon hup spelen. En kijken of je alsnog een goede score kan halen. En we moeten slap blijven lullen, want anders ga ik je concentreren en dan gaan we dood. Defense zit met een fucking Remington. Oké, ik ga nu sowieso de kleine gangetjes vermijden. Want defense speelt dus met een Remington. En die gaat mij geheid killen, omdat hij de hele tijd gewoon... Nee! Waarom, jongen? Zo kan ik toch nooit die nuclear droppen? Als je de hele tijd van die fucking dildo's zo fucking scheidkut aan het kampeneren zijn. Ik zweer het je, man. Zitten ze met z'n tweeën daarbovenin? Hier, daar zit hij. Kut camper. Ik zweer het je, man. Hoe kan ik ooit een nuclear droppen in Team Deathmatch als de hele tijd dit soort bullshit gebeuren? Je moet de ideale lobby tegenkomen, maar die kom ik nog steeds niet tegen. Ik ben hem nog in één keer tegengekomen. En als ik hem tegenkom, dan ga ik dood op van die kut manieren waarvan ik zelf denk, wat de heck. En ja, dan werkt het natuurlijk ook niet als je op dat soort manieren doodgaat. En ja hoor, natuurlijk joh. Shock charge erbij. Bowsing slet hier er zo meteen weer bij. En je mist ook nog eens. Jij bent zo slecht. Sorry maat, maar jij... Wauw. Hij staat te cam met allemaal shock charges. Hij probeert me te killen. Hij mist alles met zijn ammo. Want hij schoot natuurlijk met de Sinus. Dus ik zag het niet op mijn radar staan. Daarna pakte hij zijn secondary. Miste hij met zijn secondary omdat ik geshock charge was. Daarna probeerde hij me te knijven. En hij miste ook nog eens met zijn knijf. Dus die vent, die mag echt gewoon in het Guinness World boek... Want hij faalde echt kapot hard. We hebben 19 kills op het moment. En er zijn pas 35 kills gemaakt. Dus op zich is dit de ideale lobby om een nuclear in te krijgen. Maar aan de andere kant is dit niet de ideale lobby om een nuclear in te krijgen. Omdat die enemies gewoon echt dildo-achtig aan het spelen zijn. Als mijn team hetzelfde speelde als de enemies. En als de enemies hetzelfde speelden als mijn team. En als het team dus een beetje gewoon gehusseld waren. Dus dat er een paar mensen van hun in mijn team zaten. En andersom ook. Dan was dit potje sowieso goed verlopen. En had ik sowieso die nuclear waarschijnlijk wel kunnen droppen. Maar ik speel nu tegen echt gewoon mongolen enemies. Die...
half stilzitten, die half rondlopen. Eentje loopt natuurlijk met die Remington rond waar je geen ene reet tegen kan doen. Eentje loopt met een FAL met Target Finder rond die dus gewoon scopen door de map gaat lopen. En dan hopen dat er iemand zijn richtpuntje inloopt. En het is gewoon echt, echt kut als je dit soort shit tegenkomt. De map is ook te groot om gewoon chill te kunnen rondlopen hier. Jij bent dood, jij bent dood, jij bent dood. En er zat er nog één, die is omgelopen. En die is nog niet dood, maar daar ga ik nu achteraan. En die is ook dood. Kijk eens aan. Hier, ze zitten gewoon met z'n vieren. Zitten ze op één plekje te campen. Jongens, jullie zijn zo fucking goed. Dat is niet meer normaal. Er zit er gewoon weer één. Hij is net gekilled en hij gaat gewoon weer zitten. What the fuck? Wat is het nut daarvan? Je bent er net gekilled en je zit er meteen weer, man. What the fuck? Ik snap deze enemies echt niet. Ik heb 28 kills op het moment. Er zijn pas 55 kills gemaakt. Dus we konden makkelijk die nuclear droppen. Alleen dan krijg je dit soort bullshit weer, man. Hier, kijk dan. Ik blijf ze nu van de hele tijd killen. Ik heb bijna mijn orbital visset. Als ik die kan krijgen, dan wordt het easy peasy. Maar ja, kijk, dan heb ik mijn orbital visset en dan zit het potje er gewoon alweer bijna op. En dan kan ik dus mijn nucleair weer niet halen, omdat het potje erop zit. En alsjeblieft, jij bent van mij. Kom naar me toe. Dankjewel. Wacht, ik zit nu op. Ik zit nu volgens mij bijna op 15. Dan moeten nog genoeg kills worden gemaakt. Kan ik de nucleair halen nu nog of niet? Ik moet het gewoon proberen. Ik moet het proberen. Ik moet nu heel snel gaan. Ik moet nu alle kills pakken die ik kan pakken. Als ik één kill mis, dan heb ik de nucleair niet meer binnen. Nee, ik zit nu op 15. En dan kunnen nog maar 14 kills worden gemaakt, dus ik heb hem al niet meer. Ik heb, kan hem al niet meer halen, jongens. Het spijt me. Ik kan hem niet meer halen, want het potje zit te vroeg op. Oh, en dan ga ik net weer hard en dan... Nee, man. Dit... Oh my god. Kijk dan. Als ik nu nog één kill maak, dan heb ik gewoon een Relentless. Een 20 gunstig. Kijk. Hier, Relentless. Ik hoor echt... What the fuck. Ik word echt op elke mogelijke manier genaaid hier. Ja, kill me nog maar. Ja, goed zo. 41 kills, mensen. 41. Ik zat op een 23 streak. Ik had makkelijk de nuclear kunnen halen als het potje iets langer duurde. Want ik ging er nu gewoon weer te snel op afrennen. Daarom ging ik nu dood door die FAL. Maar ik had hem makkelijk kunnen halen. Als die ene campers niet op dat trappetje lagen, had ik mijn orbital V-set veel sneller gehaald. En had ik waarschijnlijk die nuclear kunnen halen. Maar door die twee fangs die op die trap lagen, ben ik gekilled. Had ik mijn orbital V-set niet. En heb ik dus nu mijn nuclear ook niet erbij. En dit is echt rot. Dit is gewoon kut. Gebeurt elke keer weer opnieuw. 43 kills, jongens. 43. Elke live compleetje in Team Deathmatch komt wel ongeveer boven de 40 kills uit. Moet je nagaan. Je hoeft maar 30 kills te maken voor een nuclear. Dus dan heb ik hem eigenlijk gewoon steeds binnen gehad met het aantal kills. Maar met het aantal deaths natuurlijk niet. Hier is de laatste persoon te campen. Als ik die kan killen, zit het potje erop. 45 kills. Team Deathmatch. 45-6. Geen nuclear. Nou ja. Mocht jullie het leuk hebben gevonden, mensen, geef dan alsjeblieft een duimpje omhoog. Ik ga door met die serie. Ik ga die nucleair halen. Wanneer, dat weet ik niet. Maar de hele tijd komen we op Relentless. Relentless halen we elke live complay in deze serie. Maar de Bruto halen we heel soms. En de nucleair komt er gewoon niet van. Of het potje zit erop. Of ik ben dom bezig. Of er zit een enemy card te campen. En elke keer worden we op eenzelfde manier genaaid. Dat we steeds weer tegenkomen. Anyway, jongens, mocht jullie hebben genoten, geef een duimpje omhoog. Vergeet niet de afspeellijst te checken in de beschrijving. Dan kan je alle andere. Altijd kan je niet uitspreken. Alle andere afleveringen, dat is AAA. Alle andere afleveringen nog eens nakijken. Dus bedankt voor het kijken, mensen. Vergeet het niet te liken. Tot de volgende keer. Bye bye.